Het is nou maandagochtend rond 8:30. We gaan zo naar de notaris waar we de volmacht moeten tekenen. Het gaat blijkbaar door corona allemaal zonder de koper en de verkoper. Donderdag is dan de overdracht. En wij wisten niet dat we er niet bij hoefden te zijn. Nou ja, dus we gaan nu de volmacht ondertekenen. Daarna gaan we naar de markt. Iets wat we ook nog nooit samen gedaan hebben, omdat we nooit op maandag samen vrij waren. Omdat we altijd moesten werken. Daarna gaan we nog even naar de Welkoop om nieuwe klompen te scoren voor Renato. Want... we hebben ook op de markt nog twee plantjes gekocht. Die ga ik zo meteen in die potten zetten. Kijken of dat het wat wordt. En hij staat er nog. Hij moet een paar dagen op zijn pootjes staan. Omdat de vrachtwagen zelf is nog naar de garage voor een laatste APK en onderhoud en goed nakijken. En het waaide hier natuurlijk ook weer hartstikke hard, dus we waren zeer benieuwd. Maar natuurlijk, hij staat nog, hij laat ons niet in de steek. Geweldig toch? En Renato heeft ook nog een creatieve oplossing bedacht. Voor zijn werkschoenen en laarzen, PVC-pijpen. In elkaar gelijmd. En het lijkt te werken. Ben jezelf en laat zien wie je bent. Vanavond op deze prachtige avond. Onze eerste avondwandeling rondom Oost, waar de vrachtwagen staat. Het is prachtig weer. Het voelt een beetje als vakantie. Kunnen we even wennen. Afgelopen nacht hebben we voor het eerst... Afgelopen nacht hebben we voor het laatst in het oude huis geslapen. En we gaan vannacht voor het eerst in Dafina slapen. Of we een oog dicht doen, weet ik nog niet. Maar dat zien we dan wel. In de zomer hangt daar een vrolijke plantenbak aan, ook door Renato zelf gemaakt. En dan nu op naar een plant die ik altijd heel erg mooi vond, maar die het hier nooit deed. Hebben we een paar keer geprobeerd. Een jaar of twee geleden hebben we hem nog een keer opnieuw geprobeerd te planten. En voilà, nu bloeit hij in wit en in een prachtige rood-roze kleur. En hier een prachtige camellia, die inmiddels, ik denk, 3 meter hoog is of zo. Ik schat maar wat. Maar die is nog meegekomen uit Os. Daar stond hij in een pot. Hier hebben we hem dan in de grond gezet en het doet het geweldig. Er zitten ook al knoppen in. En die gaat ook weer rijkelijk bloeien. En dan nu onze waterpartij. We noemen dat het kopje. Je ziet wel waarom. Heeft ook Renato zelf gemaakt. Die dacht dat het maar een jaar of 2, 3 zou meegaan. Maar intussen is het al denk ik al wel 15 jaar of zo. Nou, we zijn onderweg naar onze eerste kampeerervaring buiten Texel dan wel gezegd. We gaan een paar dagen naar Den Haag. En daar, als het goed is, komen we terecht op camping... hoe heet die nou ook weer? Horst. Horst.
Dat is, denken wij, een voormalige wielerbaan omgebouwd tot camping. Zijn we al een keer eerder geweest, maar wel met een kleinere auto. We hebben gereserveerd. Het zou moeten lukken allemaal. We hebben wel onderweg nog een nieuwe navigatie gekocht. Want de vorige was een tweedehands, maar die is ter plekke gesneuveld. En gelukkig kwamen we langs de Mediamarkt. Daar hebben we ongeveer anderhalf uur gezeten. Maar het is gelukt. Kijk, en dan is dit hem. Kijk, ik hoop dat je het kunt zien. Maar het loopt dus helemaal schuin. En het loopt dus ook helemaal rond. Aan de achterkant. En dan zijn we hier. En volgens ons is dus een oude wielerbaan. Van deze wandeling gaan we een stukje lopen. Dit is in Wassenaar en hier staan we vlakbij een mooi gebouwtje. Op de kaart staat dat het vroeger een koffiehuisje was. Het stond 2 jaar geleden toen we hier waren ook al in de steigers. Er lijkt wel wat gebeurd te zijn, maar nog niet zo heel veel. Het is een hartstikke leuk ding. Dat is echt oud. Mooi.